Even ten noorden van Houten is gisteravond een lichaam aangetroffen in het water. Het gaat om een man die lag in een sloot langs de Oud-Wulfseweg en werd gevonden door voorbijgangers. Ze hadden even daarvoor een fiets in de berm zien liggen. Over de identiteit van het slachtoffer is verder nog weinig bekendgemaakt. De politie heeft de zaak in onderzoek. Op de A2 bij Nieuwegein is vannacht een gestolen oldtimer gecrashed. De bestuurder trok met slechts 60 km per uur de aandacht van passerende agenten. En toen ze hem wilden aanhouden, gaf de man gas. Bij de achtervolging sloeg de wagen om en raakte die zwaar beschadigd. Uit nader onderzoek bleek dat de Citroën waarschijnlijk is gestolen. De bestuurder is aangehouden. Talloze BN'ers stonden gisteravond in Leidse Rijn op de rode loper voor de opening van de Star Wars Identities. In de expositieruimtes zijn zo'n beetje alle pakken en kostuums uit de Star Wars films te zien. Het is na de Harry Potter Exhibition alweer de tweede grote filmtentoonstelling in de Cinemac. En diezelfde rode loper kan vanavond worden uitgerold voor de Gouden Kalveren. In de stad Schouwburg van Utrecht wordt de filmprijs uitgereikt tijdens het jaarlijks Kalveren Gala. Dit jaar is de Nederlands-Amerikaanse western Brimstone de grote kanshebber. De film is maar liefst 9 keer genomineerd. Onder meer in de categorie Beste Film. En dan nog het weer. Het is de hele dag bewolkt met vanavond ook wat buien. Het wordt zo'n 22 graden en dat is best hoog. Tijdens de avond wordt het snel droog en koelt het af tot 13 graden. Tot zover uw nieuws. Kijk voor meer nieuws op onze app of rtvutrecht.nl. Prettige dag.